dit stuk 11 jaar geleden heb geschreven. Het eerste stuk dat ik ooit voor de camera heb geschreven. En dat kwam om de volgende reden. Ik vond het altijd al leuk om muziek te schrijven. En toen kreeg ik in de derde klas van de gymnasium het vak Grieks. En daarbij de vrije opdracht om een mythe te bewerken. En het maakte niet uit op wat voor manier de mythe bewerkt ging worden. Er zijn mensen die hebben een mythe vertaald in straattaal, er hebben mensen een videoclip, van alles en nog wat. Ik ga een stuk schrijven voor symfonieorkest, klein symfonieorkest. Ik speelde op dat moment net 3 maanden zelf voor het eerst heel fatsoenlijk symfonieorkest. Dus ik wist nog niet helemaal hoe dingen werkten. Maar ik heb een poging gedaan. En daar is dit stuk. Orpheus en Eurydice is daar uitgekomen. Gebaseerd dus op de liefde van Orpheus en Eurydice. Van de afgelopen zomer, die ik veel beter weet van symfonieorkest te werken, heb ik het een grondige revisie gegeven. En dit is wat we vandaag gaan spelen. Ik zal een korte samenvatting geven van het stuk. Terwijl de laatste mensen op de stoelen schuiven. Het verhaal is zeer beknopt als volgt. Orpheus en Eurydice zijn gelukkig getrouwd, samen, fijn, alles is mooi. Maar dan wordt Eurydice gebeten door een slang en ze gaat op slag dood. Dat is een hele trieste gebeurtenis. Je hoort daar ook echt de geluiden van de onderwereld. En Orpheus is radeloos, maar hij besluit op een gegeven moment dat hij iets gaat doen. Hij gaat haar zoeken. Hij gaat proberen haar terug te halen uit de onderwereld. En op dat moment daalt hij af. En ik heb dit stuk heel geschreven met thema's en ook met personen. Sander op de harp speelt Orpheus. Orpheus speelde lier. Een lier in het orkest moet ik niet zo doen, dus het is een harp geworden. En hij heeft een... Het beginthema is ook zijn thema. En als hij in de onderwereld afdaalt, komt het thema terug, maar dan met een hele trieste noot. En dan komt hij in de onderwereld bij de poort aan. Dan beginnen de wachters, de strijkers op dat moment, te overleggen van wat gaan we nou doen met die man die hier in één keer voor de deur staat. Gaan we hem zijn geliefde meegeven of gaan we dat toch niet doen? En dan besluiten we uiteindelijk, we geven Eurydice op de fluit mee terug. En dan mag zij mee omhoog, de onderwereld uit. Op dat moment krijgt het een soort positieve wending. En Orpheus en Eurydice hebben samen een melodie en komen de onderwereld uit. Maar de tocht is heel erg lang. En de strijkers nemen het over. Zij houden het slechts vol en uiteindelijk kan Orpheus het toch niet laten en hij kijkt om. Dat had hij nou net niet moeten doen. Helaas, Eurydice overlijdt voor de tweede keer, dit keer definitief. En dan is er helemaal geen ritme, geen richting meer in het stuk. Dan hoor je een soort sfeer die er ligt met een paar vogeltjes die de geest van Eurydice kunnen verbeelden.